Nou, omdat ik zelf vond dat dat hoorde bij de ontwikkeling van de computertechniek, moest ik als computerspecialist ook op de hoogte zijn van alle middelen en alle software die dus toen gangbaar waren met de computer. Ja, maar zelf via internet gaan verkopen, dat stond toen nog in de kinderschoenen. Ja. Waarom wilde u dat doen? Nou, om mijn markt te vergroten. En ik heb dus ook verkopen gedaan, vooral veel naar de Verenigde Staten en zo. En toen vond ik ook nog het bestaan van PayPal uit. En dat bleek geweldig te werken. En die mensen uit Amerika, die konden mij in tijd van 10 seconden betalen, mits zij maar geregistreerd waren bij dat PayPal-systeem. Niet alleen het wiel zelf uitvinden, maar alle problemen die met de verbinding te maken hadden, die waren geweldig groot. De telefoonmodems waarvan de software nog niet deugde, de lage snelheid van communicatie. Hè, het ISDN-systeem begon toen pas net zijn intrede te doen. En al die ontwikkelingen heb ik meegemaakt en al die gebruiksaanwijzingen van al die modems en die dingen ertussenin, die heb ik allemaal moeten studeren om zelf dat aan de gang te krijgen. En Je mail, sir. Je post. Ja, de postbode, ja. Zo gaat dat de hele dag door. Hij loopt wel 50 keer op een dag, misschien wel 100 keer op een dag. Ja, dat is natuurlijk zo, hè. Af en toe denk ik wel eens terug aan de gezellige tijd met de hele dag al de klanten in en uit, zo gezegd. Dat is natuurlijk zo, maar ja, daar is verder weinig aan te doen. Ik heb geen animo meer om nog eens helemaal opnieuw alles te gaan doen wat ik in het verleden gedaan heb. Hè. Dus, Ja, en u verkoopt nog steeds onderdelen, ja. En soms ook oude onderdelen. Kunt u Hele oude onderdelen, ja. Waarom kopen mensen dat nog? Dat vraag ik mij ook af, maar het zijn allemaal liefhebbers van oude apparatuur die hun apparaten toch in orde willen houden. Zo gezegd. Ik kreeg bestellingen voor groendichtbandrecorders. Van de jaren 50 kreeg ik nog. He, ik kreeg bestellingen van oude grammofoononderdelen en van naalden. En jukeboxnaalden, zelfs dat ook nog allemaal. Ja. De meeste materialen hebben wij nog, maar er zijn dus wel bepaalde kanalen waar dat nog vandaan te halen is. He, maar doordat ik dus 25 jaar. Al de zaken op de markt in Sittard gehad heb. Daardoor heb ik natuurlijk vele contacten met leveranciers internationaal. En die heb ik dus nog steeds. En ik weet dus de plaatsen waar het vandaan moet komen. Het is natuurlijk zeer moeilijk voor de detailhandel, want de webwinkel neemt de plaats in van de detailhandel. Maar gaat dat verder, denkt u? Dat gaat steeds verder. En de vraag is of er in de toekomst nog plaats is voor gewone winkels. Dat zit ik mij echt af te vragen. Ja. Maar uw nieuwe schoenen, uw kleren, die haalt u ook via de webwinkel of gaat u toch nog fysiek naar de winkel? Ik ga nog wel fysiek naar de winkel. Maar alle chique spullen van kleren die ik koop, die koop ik via de webwinkel. Hè. Ik heb dat meteen gezien toen ik dus begon met mijn websites te maken. En toen ik het ei van Columbus, dat internationaal betaalsysteem, gezien heb en getest heb en heb laten werken. Toen heb ik meteen ontdekt dat dit gewoon het einde van het einde is, zo gezegd. Het beste van het beste. Het beste van het beste, zo gezegd. Nou, ik had een klant in Zuid-Afrika, in Johannesburg, en die kreeg zijn pakje maar niet. Ja, dat kan ook voorkomen. Die kreeg zijn pakje maar niet.
En die bleef maar schrijven en die bleef maar schrijven. En ik ben dus naar het postkantoor gegaan en die hebben dat helemaal nagecheckt. En de PTT zei dus dat het dus op het juiste adres was afgeleverd. En uiteindelijk, een van de zeldzame keren dat dus iets is misgegaan, heb ik uiteindelijk om het probleem op te lossen, de klant zijn geld retour gestort. Maar 2 maanden later kwam plotseling hier de envelop weer terug. Het had dus al die tijd in Johannesburg op het postkantoor voor die man klaar gelegen. Hè? Maar die man was niet capabel genoeg om daar de communicatie met het postkantoor fatsoenlijk te hebben, om dat boven water te krijgen. Ja, de zwakke schakel is toch de fysieke postbode. Ja, en dat gaat natuurlijk wel even in de toekomst een groot probleem worden. Hè? Want straks bestaat de kans dat wij zonder postbodes komen te zitten. Hè? Die geruchten die zijn al een tijdje gaande in de media. Hè? Dat dus de postbodes steeds minder worden en straks er misschien wel helemaal niet meer zijn.